Op vrijdag 28 juli ontving ik een brief van Karin Handstede, de gemeentesecretaris van de gemeente Wassenaar, de hoogste ambtenaar van die gemeente. En Karin deed mij een verzoek om een video van mij te verwijderen van YouTube. En in die video noem ik de naam van de Wassenaarse woordvoerder van Leendert de Lange, de burgemeester. Maar die burgemeester is ook voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland. En ik heb enkele vragen gesteld aan woordvoerder Sten van der Valk en ook zijn naam genoemd. Maar ik zeg Leendert de Lange van de VVD is voorzitter van de Reddingsbrigade van Nederland. En op 11 juli is er een Duitse jongen verdronken op het strand van de Wassenaarse Slag. En op 12 juli heeft de gemeente Wassenaar de Reddingsbrigade Wassenaar bedankt voor het verlenen van assistentie. Maar de reddingsbrigade was dicht gesloten. Er waren geen hulpverleners of vrijwilligers op dat moment aanwezig. Want die hadden zich om 4 uur 's middags bij Katwijk, de KRB, Katwijkse reddingsbrigade, afgemeld. Dus Leendert de Lange heeft mensen bedankt die niet aanwezig waren. En toen verdronken wel een de Duitse jongen. Wat wil nou geval? Mevrouw Handstede, de gemeentesecretaris, die is nu aan het werk voor de voorzitter van de Reddingsbrigade Nederland. Wie betaalt dat allemaal? En men wil mij niet antwoord geven op de vragen die ik heb van wat is er nou precies op 11 juli gebeurd? En ik vroeg aan Sten van der Valk. Sten van der Valk heeft gezegd op 25 of 26 juli heeft de gemeente Wassenaar meer, dan hebben we antwoorden op wat er nou precies is gebeurd. Ik zeg, ja maar joh, ik kan je vertellen, jullie reddingspost was dicht. Ja, het is nogal in deze zomerse tijd heeft de gemeente Wassenaar zelf een affaire veroorzaakt. Maar Handstede vraagt aan mij, Plug, jij moet je video verwijderen in verband met de privacy van woordvoerder Sten van der Valk. Want ik heb Sten zijn naam genoemd. De verzoeking om de video te verwijderen vind ik onzin. Want het is nieuws als de gemeente Wassenaar onderzoek doet naar een reddingspost die gesloten was op het moment dat er een jongen verdronk. Er waren 3 mensen in nood en er zijn er 2 gered. Maar door wie zijn die 2 personen gered? Niet door de Wassenaarse reddingsbrigade. Leendert de Lange is ook nog voorzitter van het bestuur van de Wassenaarse hulpverlening. Hij faalt niet alleen voor die instelling, maar ook als voorzitter van de Nederlandse reddingsbrigade. Want ja, de post was onbemand toen er 3 mensen in nood waren en 1 jongen verdween binnen een minuut in de golven. En hij werd op 12 juli door een Katwijkse visser in het net van een staande wand gevonden. Meneer Leendert de Lange, als voorzitter van Reddingsbrigade Nederland, ja, functioneert u mijns inziens niet en u gebruikt of misbruikt een enkele ambtenaren zoals Hetty Klooswijk, Sten van der Valk en Karin Handstede, de hoogste ambtenaar van de gemeente Wassenaar, om mij te verzoeken van Plug, verwijder even je video. Maar dan leid je het af waar het werkelijk om gaat. Want het gaat erom, er was iemand in nood en er was niemand aanwezig. En ik ben niet de vrijwilligers aan het bashen, die hadden zich afgemeld. Maar de gemeente heeft mensen bedankt die er niet waren. Het persbericht klopt niet, van 12 juli. Wat is er nou precies gebeurd die dag, die middag? En wie heeft de 2 andere mensen gered? Er zou antwoord komen, maar er kwam alleen een verzoek om een video te verwijderen. Nou, ik ga geen video verwijderen. Ik ben niet onder de indruk van een algemeen directeur die mij iets vraagt. Ik wil antwoord. Mensen hebben, wat is er precies los? En waarom worden er ambtenaren gebruikt om een klusje op te knappen voor de voorzitter van de Nederlandse Reddingsbrigade? Zijn naam is Leendert de Lange, lid van de VVD en ook nog Kamerlid geweest. Nou, meneer de Lange, geeft u eens antwoord.
Het liefst zo snel mogelijk. En graag tot dan, als kan, nog niks publiceren of online zetten.